we zijn hier op het balkon van het stadhuis. We gaan aardappels, peen, uien en pastinaken zaaien en planten in bloembakken hier. Normaal staan hier geraniums of andere bloemen. Maar we willen graag laten zien dat je op zo'n balkon ook uitstekend je eigen echte Leidse hutspot kan tekenen. Op 3 oktober wordt hij dan geoogst. Dat is namelijk 3 oktober eet heel Leiden hutspot. En dan kunnen wij op een hutspot van eigen bodem van het stadhuis eten. Dat lijkt ons heel leuk. En dat doen we met de tuiniers van Vrij Groen. Dat is onze inspiratietuin in Leiden op een bouwkavel. Daar hebben we ook ons eigen hutspotveld. Dat is nog veel meer aardappels, peen en uien om pas te maken. Maar we zijn heel blij dat we nu ook het stadhuisbalkon als demonstratie kunnen gebruiken voor teelt van je eigen groenten, je eigen hutspot in de stad. Alsjeblieft. In die bak volgen 3 raja's. Oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk zo gepiept. Piepers. Zo gepieperd. Zo gepieperd. Nou, in de bakken 1, 3 en 5 komen aardappels. Daar komen de raja's. Hier in het midden de bionica's. En aan die kant de ditta's. 3 rassen die allemaal goed resistent zijn tegen aardappelziekten, dus daar hebben we geen last van. Een beetje meer seconden. Oké. Okay. We zijn heel blij dat ik nu mag groeien. Nou ja, op de hutspot. Ik hoop dat we met 3 oktober hier een feestmaal hebben. Dat hij net zo oranje mag worden als in drankje. Ik zie die stoel op de kom staan. Oké. Dikke roodbollen eruit. Van de hutspot, hè? Oké.